Hier gaan we dan, filmpje 2 in de filmreeks. Mam, waar is mijn puntje puntje? En deze keer wilde ik het met jullie hebben over schoenen. Vast een hele herkenbare. In ieder geval, in ons gezin is dat ook echt zo'n ding. Overal schoenen. Waar ruimen we ze op? Hoe houden we het netjes? Goed, een paar tips. Maar aan de andere kant moet je ook echt bij jezelf nagaan van... Ja, wat is mijn grens? Wat vind ik oké? En wat vind ik vooral niet oké? Vind je het niet oké dat iedereen zijn schoenen uittrapt bij de bank en neerploft 's avonds? Dan moet je er dus voor zorgen dat ze een vast plekje krijgen, ergens anders in huis. Ik ga je eerst weer even meenemen in ons systeempje. Draai ik de camera even. Want hier staan dus mijn schoenen. Ja, inderdaad. Ik laat ze ook heus hier staan. Want wat wij ook hebben namelijk, is dit. Een schoenenkast. Nou, kijk eventjes mee. Papa, een paar schoenen van mij. Oh, je. Blaadjes. Ook heel handig om in een schoenenkast te doen. En dit zijn nog een paar schoenen van Niels. En nog wat steunzooltjes van mij. Nou, dus je ziet, ook ik ben niet totaal opgeruimd type die zijn schoenen netjes weer in de schoenenkast doet. Dat vind ik ook gewoon niet handig. Kijk, als ik mijn schoenen dagelijks aandoe, dan wil ik ze niet in die schoenenkast. Dan wil ik ze gewoon voor het pakken hebben. Dus wat mij betreft is het dan prima dat ik zo'n plekje heb in de gang. Uit het zicht, uit de woonkamer, vind ik prima. Goed, ik ga je ook meenemen. Loop maar even mee, zou ik zeggen. Gaan we naar de bijkeuken. De tweede plek waar schoenen mogen hangen, slingeren, scheef liggen. Nou, nu ja, vind ik dat het hier nog best wel netjes is. Kijk, de kinderen zijn nu op school en Niels is aan het werk. Dus nou, dat scheelt al de helft. Maar goed, dit is de plek waar iedereen zijn schoenen ook neer mag zetten. Vooral die van de kids. Zoals je hebt gezien. Dan neem ik je nog even mee naar boven. Want daar heb ik namelijk mijn opslagruimte. Ik raad je ook echt aan om een georganiseerde plek te hebben voor opslag. En je hebt natuurlijk je zomerschoenen, ja, die draag ik bijvoorbeeld weinig in de winter en andersom. Dus ja, voor die schoenen heb je gewoon een goede plek nodig. En dit is onze plek. Ik ben nu net de trap opgelopen en tegenover de trap zitten deze handige schuifdeuren. Het is onze cv-kast. En laatst heb ik al eventjes wat gepost in mijn stories. Dat Niels deze plankjes heeft gemaakt. En hier staan dus al onze schoenendozen. Zoals je ziet heb ik er opgeschreven wat erin zit. En deze kast probeer ik één keer in het half jaar even op te schonen. Achterin zijn de lege schoenendozen. Nou, en voor iedereen dus een plankje. Deurtje dicht. Dus dat is een beetje ons systeem. Ik ga even naar beneden lopen en dan wil ik je nog wat tips meegeven. Want dit moet zo nu en anders opgeschoond. Ik doe dat één keer in het half jaar. En dan ga ik gewoon kritisch kijken. Wat heb ik gedragen, wat heb ik niet gedragen? En wat ik niet heb gedragen, dat moet weg. Tenzij het van die schoenen zijn, ja, sneeuwlaarzen of iets dergelijks. Hè. Dat komt gewoon niet elk jaar voor dat er sneeuw ligt en dat ik ze gebruik. Maar dan bewaar ik ze wel. Maar heb ik, ja, ik heb dan wel van die makkelijke gimpen, van die goedkope instapdingen. Heel slappe hap, dus dat is helemaal niet goed voor mijn voeten. Nou, dan denk ik, ja, heb ik daar weer drie paar van verzameld op de een of andere manier. En draag ik één paar niet, dan gaan ze toch naar de kringloop. Dus keuzes maken, streng zijn voor jezelf. Ja, en met kinderen ook blijven opschonen. He, passen die schoenen niet meer en heb je al nieuwe gekocht. Zorg er dan voor dat die oude zo snel mogelijk uit je huis gaan. Maak er iemand anders blij mee. Zet ze op Marktplaats, Vinted.
Breng ze naar de kringloop en zijn ze niet meer goed, breng ze naar de kledingcontainer. Ja, dus op die manier probeer je dus op te schonen, zodat er zo weinig mogelijk schoenen in huis rondslingeren. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, verder maar weer even herhaal ik weer mijn algemene tip. Hoe netter jouw huis is, hoe overzichtelijker het ook wordt met die schoenen. Want dan zie je ze gewoon duidelijker. En dan weet je van dit is een vaste plek. Ze horen niet onder de tafel. Ik wil ze in de hal, ik wil ze in de bijkeuken of ik wil ze in de schoenenkast. Goed, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Heel veel succes. Laat het me even weten hoe het bij jullie thuis gaat. En tot het volgende filmpje.